Wow, is dat Tetris op de muur? Zie ik daar nou twee eenhoorns in een onesies? Oh, en hou eens op met al die toeters en bellen. Als je iets ziet, hoort, ruikt, voelt of proeft dat er eigenlijk niet is, dan heb je dus een hallucinatie. Het woord is afgeleid van het Latijnse hallucineren, dat dwalen door de geest betekent. Er zijn verschillende redenen en oorzaken waarom en waardoor je gaat hallucineren. Je kunt er zelf voor kiezen, door bijvoorbeeld een zegeltje LSD te likken of een 2CB-pil in je mik te doen. Het kan ook wanneer je heel erg koorts hebt of door het zogenaamde black water fever, veroorzaakt door onder andere malaria en waardoor je dagenlang van de kaart bent. LSD is de allerbekendste hallucinatiedrug. Het opent de doors of perception. Mensen krijgen de meest creatieve inzichten en zien dat zij zelf of hun omgeving ineens heel anders in elkaar zitten. Zintuigen kunnen heel intensief worden beleefd en helemaal in elkaar overlopen. Zo kun je geluid zien en kleuren proeven. Ook kunnen mooie patronen worden gezien op witte muren en kun je het gevoel hebben dat de tijd stilstaat. Zo was er de Franse filosoof Jean-Paul Sartre die in een experimentele bui in 1935 besloot om mescaline in zijn lichaam te spuiten, vergelijkbaar met LSD. Hij wilde de ervaring van een hallucinatie ontdekken om te gebruiken in zijn boek Beeld en Verbeelding. Dat is gelukt, maar naar het schijnt heeft hij de rest van zijn leven continu in zijn ooghoeken een zwarte spin gezien. Dat is niet echt fijn natuurlijk. Tenzij er misschien een leuke, gezellige, dikke cavia is of een eenhoorn. Met hallucineren kun je experimenteren, maar pas wel een beetje op.